Sinds de liquidatie van drugsbaron Klaas Bruinsma, inmiddels bijna 15 jaar geleden, zijn er in en rond Amsterdam zo'n 30 grote criminelen doodgeschoten in een heftige onderwereldoorlog die tot op de dag van vandaag voortduurt. En die niet alleen slachtoffers eist onder het voetvolk, maar ook onder de aanvoerders. Goedenavond, welkom bij het programma dat onderzoekt, ontmaskert, aanklaagt, verdedigt. En vanavond verslag doet vanaf het Amsterdamse misdaadfront, waar de steenrijke vastgoedmagnaat Willem Enstra een van de meest prominente slachtoffers was in de lange lijst van gesneuvelden. Hier op de chique Amsterdamse begraafplaats Zorgvliet ligt het graf van de man die deze week precies 2 jaar geleden voor de deur van zijn kantoor aan de Amsterdamse Apollolaan werd geliquideerd. Perskaart bij me. Ja, nu weg. De puissantrijke Enstra beweerde te zijn afgeperst door het vermeende criminele kopstuk Willem Holleder. Zo komt uit de verslagen naar voren van gesprekken die de vastgoedbaron in 2003 voerde met de Amsterdamse criminele inlichtingeneenheid. Willem Enstra's biecht vormt een belangrijk onderdeel in het politieonderzoek naar de mogelijke afpersingspraktijken door voormalig Heineken-ontvoerder Willem Holleder. En hoewel moord niet is opgenomen in de tenlastelegging, zou de beweerde topcrimineel de hand hebben gehad in vrijwel alle grote onderwereldliquidaties. Zo stelde Enstra tegenover de politie. In de ruim 250 pagina's tellende gespreksverslagen stapelde Enstra over Holleder de ene beschuldiging op de andere. En veel daarvan is de laatste weken klakkeloos voor waarheid aangenomen door de media. Waardoor de persoon Holleder bijna mythische proporties heeft aangenomen. Terwijl Enstra langzaam maar zeker werd geportretteerd als een weerloos zakenman die tegen wil en dank in de tentakels van Holleder terecht was gekomen. Maar is dat wel de waarheid? Of heeft de vastgoedtycoon misschien op het laatste moment ook wel geprobeerd zijn eigen straatje schoon te vegen? Voor een antwoord op die vraag nemen wij u mee naar het chique Oud-Zuid. Sinds jaar en dag een van de duurste wijken van Amsterdam en de laatste jaren ook het strijdtoneel van de grote criminelen. Hier woont een man die ooit zijn drugsgeld in bruikleen gaf bij Willem Enstra en dat waarschijnlijk met een bijna fatale kogel moest verkopen. Kijk, 25 miljoen te goed en dan... Ik heb je toch gezegd waarvoor ik het wil afkopen. 20. Hoef je dat niet in één keer te betalen? Nee. Maar wat heb je nou terug aan het houden? Een kogel door je kop. Een kogel door mijn kop, ja. Ja, maar een kogel is een kwijtje. Een kogel is niet deur. Hier vinden we het bewijs voor een bank waar je kunt inleggen, maar volgens haar cliënten beter niet kunt opnemen. Met een bankier die de dreiging van geweld niet schuwt. Ja, ook financieel is het niet slim. De vraag is iets een tweede. Had er dan één genomen? Het is toch helemaal fout dat hij gedaan is. Als je dan nodig moet schieten, dan moet je ze niet alle twee dan schieten. Nu weet de kost handenvol geld. Het verhaal ook over de jarenlange verbeterjacht voor justitie om de grote man achter de schermen, achter de tralies te krijgen en daarbij de inzet van bijzondere en omstreden opsporingsmethoden niet schuwde. Even helder gezegd, u heeft tegen Tonino gezegd, als jij mijn cliënt aanhoudt, Enstra, dan ga ik hier wel even mee wapperen. Dat heeft hij minst genomen kunnen begrijpen, ja. Ik doe het altijd wat genuanceerder, meneer De Vries.
Het dossier over Willem Enstra, alias Willem de Zwerger. Een man die zich 15 jaar lang ongenaakbaar waande in het schemergebied tussen boven- en onderwereld, maar die vlak voor zijn val zijn mond begon open te doen. Hier het HB met een signalement van de verdachte van de schietpartij Apollo Laan Delphi Hotel. Het is een Marokkaanse man met een rood petje, een rode trui met capuchon. Dus ik herhaal, een rood petje en een rode trui met capuchon. Hij rende weg in de Beethovenstraat, richting Beethovenstraat. Er is sprake van 2 slachtoffers. Een oorverdovende stilte maakt zich meester van Amsterdam als het nieuws zich verspreidt dat Willem Enstra is doodgeschoten. Enstra, de grootste particuliere vastgoedbezitter en de nummer 36 in de quote 500 van rijkste Nederlanders. Hoewel Enstra al jarenlang een zweem van georganiseerde criminaliteit om zich heen heeft hangen en zijn naam met regelmaat opduikt in politiedossiers, hebben politie en justitie hem nooit echt op één strafbaar feit kunnen betrappen. Juist één dag voor zijn liquidatie verbrak Stille Willem, zoals de mediaschuwe Enstra wel eens werd genoemd, het stilzwijgen door op te treden in het programma Business Class van Harry Mens. De vastgoedbaron ontkende hier ten stelligste zich in te laten met criminele activiteiten. Dat is volstrekte lariekoek. Daar kan je niet serieus over nadenken. En dat is wel hetgeen justitie jarenlang vermoed heeft. Maar als ze dan met tientallen mensen 14 jaar lang achter je aanlopen, dag en nacht, en er blijkt dan niets te zijn, dan zou je ook tot de conclusie kunnen of moeten komen dat er misschien wel niets mis is met die persoon. Zo reageerde hij op deze foto in de quote, waarop hij samen met ex-Heineken-ontvoerder Willem Holleder op een bankje zit. Waar iedereen al jaren over sprak, leek met die ene foto te worden bevestigd. Enstra doet zaken met zware criminelen. Die bank stond voor mijn kantoor. En die man zat op die bank, ik kom mijn kantoor uit. En ik zeg die man, gedag. Die man die is een publiek figuur, zou je kunnen zeggen, in Amsterdam. Die komt ook in alle kroegen waar onroerend goed zakenlieden komen. Ik denk dat bijna iedereen heeft die man wel eens in de kroeg ontmoet. Nou, ik ook. Ik vind hem overigens soms nog wel aardig ook. En zo kun je dat contact ook zien. Eén dag dus nadat Willem Enstra publiekelijk beweerde geen banden te hebben met de onderwereld, werd hij doodgeschoten. Was het wel waar wat hij over zijn contacten met Willem Holleder beweerde? Ik word afgeperst, vertrouwt Willem Enstra de criminele inlichtingeneenheid van de Amsterdamse politie in de maanden voor zijn dood toe. Tussen maart 2003 en januari 2004 houdt hij in het diepste geheim 15 gesprekken met regisseurs, waarin hij uit de doeken doet wie zijn kwelgeest is. En bovenal wie er verantwoordelijk is voor de lange reeks criminele afrekeningen waarvoor de politie nooit iemand heeft weten aan te houden. De hoofdschuldige is volgens Enstra Willem Holleder, een man die in opsporingskringen beschouwd wordt als een van de kopstukken van de georganiseerde misdaad. Een verdenking die hem overigens nooit een veroordeling heeft opgeleverd. Anders dan Willem Enstra bij Business Class met droge ogen beweerde, geeft de vastgoedbaron tegenover de regisseurs wel degelijk toe Willem Holleder goed te kennen. Sterker nog, hij vertelt dat hij Holleder al ruim 10 jaar geleden heeft ontmoet, dat ze samen jarenlang naar de sportschool gingen en dat er door de jaren een heuse band was gegroeid. Deze nog niet eerder vertoonde foto kan dan ook niet bepaald als een toevallige ontmoeting worden uitgelegd, zoals Enstra eerder deed. Holleder,
in wie hij aanvankelijk dus een vriend en beschermer ziet, ontpopt zich echter later als een soort paard van Troje, zo staat er in de stukken. Holleder staat aan het hoofd van een organisatie die zich heeft toegelegd op het afpersen van rijke vastgoedmagnaten, zo vertelt Enstra. Enstra zelf beweert al vele miljoenen te hebben moeten afstaan uit angst anders te worden geliquideerd, zo staat er in de gespreksverslagen te lezen. Enstra beschrijft een groepering die corrupte politieagenten in haar zak heeft en het grove geweld niet schuwt. De vastgoedhandelaar heeft naar eigen zeggen klappen gehad van Holleder in het Amsterdamse bos. En hij beweert zelfs met een vuurwapen te zijn bedreigd op het kantoor van Holleders advocaat meester Bram Moskowitz, toen deze zelf afwezig was. De organisatie rond Willem Holleder zou zo'n 25 liquidaties hebben laten uitvoeren, waaronder die op zijn zwager Cor van Hout en op topcrimineel Sam Klepper, met als voornaamste motief het afnemen van het criminele kapitaal. Enstra beweert in een aantal gevallen, daags voor de liquidaties, persoonlijk te zijn ingefluisterd door Willem Holleder over de op stapel staande afrekeningen. Willem Enstra doet zijn opzienbarende ontboezemingen in 15 informele gesprekken met de criminele inlichtingeneenheid die op tape worden vastgelegd. De gesprekken zijn weinig zakelijk van toon en kenmerken zich door het ontbreken van een kritische benadering over Enstra's eigen doen en laten. Om de spijtoptand te bewegen officieel aangifte te doen, gaan de mensen van de criminele inlichtingeneenheid, waaronder chef Jan van Looyen, zich te buiten aan buitensporige en onprofessionele kwalificaties van Holleder. Ook Peter krijgt hierbij overigens een veeg uit de pan. Maar Willem Enstra wil pas aangifte doen als de politie Holleder voor moord kan oppakken in plaats van afpersingen. Anders vreest hij dat zijn plaaggeest binnen afzienbare tijd wie er op zijn stoep staat om wraak te nemen. Eind januari 2004 besluit Enstra de samenwerking te verbreken, mogelijk omdat Holleder lucht heeft gekregen van de geheime RCIE-gesprekken. Zo valt tenminste uit de tapes op te maken. Een kleine 4 maanden later wordt Willem Enstra op klaarlichte dag doodgeschoten. Willem Enstra's biecht vormt een belangrijk onderdeel in het zogenaamde Kolbak-onderzoek. Het onderzoek van de Nationale Recherche naar de handel en wandel van Willem Holleder. Kolbak, de naam van het hoofddeksel van een huzaar, moet het huzarenstukje worden van de aanklagers Teven en Plooi. Die menen met de arrestatie van Holleder, januari van dit jaar, een van de grootste onderwereldbazen achter slot en grendel te hebben. Maar de vraag is, hoe betrouwbaar zijn de ontboezemingen van Willem Enstra eigenlijk? De man die jarenlang als een koorddanser tussen boven- en onderwereld balanceerde en uiteindelijk de afgrond in dreigde te vallen. Willem Enstra wordt in 1953 geboren in een ondernemersgezin. Zijn vader maakte fortuin met een groothandel in spoorwegwagons en op zijn 16e stapt Willem in het familiebedrijf. Wim, voor Intimi, gaat in 1981 met wat familiekapitaal handelen in vastgoed. 6 jaar later is die nevenactiviteit zo groot geworden dat zijn handel wordt ondergebracht in een nieuw bedrijf. Convoy, vastgoed BV. Enstra groeit eind jaren 80 uit tot een grote speler op de Amsterdamse huizenmarkt. Hij bezit hele straten en huizenblokken in het statige Oud-Zuid en de Rivierenbuurt. In de avonduren studeert Enstra af als meester in de rechten.
Begin jaren 90 gaat Enstra samenwerken met Klaas Hummel, een gerenommeerde vastgoedman met goede contacten bij de grote banken. Via Bouwfonds, een dochter van de ABN AMRO Bank, verkrijgen ze een werkkapitaal van 300 miljoen euro. De bomen lijken in die jaren tot aan de hemel te groeien. Het tweetal investeert in een luxueuze jachthaven in IJmuiden, nieuwbouwkantoren bij Schiphol, recreatieparken in Zandvoort en als kers op de slagroom in het prestigieuze World Fashion Center langs de snelweg A10. De waarde van hun gezamenlijke vastgoedportefeuille wordt aan het begin van dit millennium geschat op 500 miljoen euro. Enstra groeit uit tot de grootste particuliere vastgoedbezitter en mag zich tegen die tijd scharen tussen de 50 rijkste mensen van Nederland. Maar al vanaf het begin van de jaren 90 heeft Enstra de geur van zwart geld om zich heen hangen. Justitie verdenkt hem ervan crimineel kapitaal wit te wassen door het in Amsterdams onroerend goed te investeren. Als jurist en ondernemer weet Enstra goed de weg als het erom gaat een ondoorzichtig netwerk van vennootschappen in binnen- en buitenland op te zetten. Al sinds het begin van de jaren 90 draaien financiële rechercheurs overuren om Enstra's praktijken in kaart te brengen. Hij is de absolute nummer 1 op het verlanglijstje van justitie. Maar de gewiekste zakenman is niet makkelijk te vangen. De eerste keer dat Enstra in het zoeklicht komt van justitie is in 1992. Het IRT Noord-Holland Utrecht rolt in dat jaar de eerste grote ecstasy-bende van ons land op. Het gaat om de organisatie van Ton van Dalen, Danny Leclerc en Ronald van Essen. Met Van Dalen als het brein, Leclerc als de chemicus en Van Essen als de transporteur vormen ze een gouden trio. Uit berekeningen van justitie blijkt dat dit driemanschap in amper 10 maanden tijd een omzet van maar liefst 350 miljoen gulden behaalde met de productie van de nieuwe partydruk. Justitie heeft met de organisatie een grote vis aan de haak geslagen. Een naam die in deze omvangrijke ecstasyzaak aan de oppervlakte komt drijven is die van de tot dan toe onbekende vastgoedhandelaar Willem Enstra. Begin 1992 wordt hij gearresteerd. Uit financieel onderzoek komt naar voren dat Enstra zo'n 11 miljoen gulden van het trio heeft ontvangen via valutawisseltransacties, overboekingen en kasstortingen. Justitie verdenkt de vastgoedman van het wegsluizen van drugsgelden. Enstra zou de witwasser zijn van de bende. Hoewel de kopstukken Ton van Dalen en Ronald van Essen uiteindelijk worden veroordeeld tot respectievelijk 10 en 8 jaar cel, komt Enstra echter met een schrik vrij. Volgens krantenberichten uit die tijd koopt Enstra in 1995 verdere vervolging af voor het bedrag van 1 miljoen gulden. Een schikking die Enstra zelf overigens altijd heeft ontkend. Maar Willem Enstra is dan al inzet van een ander fraudeonderzoek. In 1994 doet een curator aangifte tegen de onroerend goed tycoon. Hij heeft het faillissement van het bedrijf van Enstra onderzocht en is daarbij op flinke onvolkomenheden gestuit. Vijf jaar eerder, in 1989, is Willem Enstra namelijk in zee gegaan met een opvallende naam op de huizenmarkt, namelijk die van Rob Grifhorst, voormalig eigenaar van sekspaleis Casa Rosso en een goede vriend van de Heineken-ontvoerders Cor van Hout en Willem Holleder. Via Grifhorst leert Enstra in 1992 Holleder kennen als hij uit de gevangenis komt.
Samen met Griffhorst richt Enstra in 1989 een beleggingsfonds op voor vastgoed, genaamd Lutsen Participations. De aankopen die Enstra als directeur van Lutsen doet, worden gefinancierd door twee Zweedse banken die 100 miljoen gulden in de portefeuille stoppen. Twee jaar later blijkt het fonds ineens failliet. Uit een jarenlang onderzoek van de curator wordt duidelijk dat Enstra geld weg heeft gesluist naar eigen BV's en dat hij miljoenen guldens winst heeft gemaakt door zijn eigen vastgoed voor veel te hoge bedragen aan de Zweedse financiers te verkopen. Aldus onderzoek van het blad Quote. De curator doet in 1994 officieel aangifte wegens fraude. Maar een justitieel onderzoek leidt niet tot strafrechtelijke vervolging van Enstra. De zaak wordt uiteindelijk geschikt. Maar in dezelfde week dat Enstra in die zaak een schikking treft, staat de politie weer voor zijn deur. Een ander bedrijfje van Enstra is in beeld gekomen tijdens een onderzoek naar internationale hashhandel door een Deense groep Hells Angels, zo berichtte de Volkskrant. De politie neemt de administratie van zijn bedrijf Finor & Holding in beslag. Maar als blijkt dat de vastgoedmagnaat de dubieuze BV enkele maanden ervoor al heeft verkocht, krijgt hij een kennisgeving van niet verdere vervolging. Willem Enstra weet dus begin jaren 90 voornamelijk via schikkingen zijn blazoen als onbesproken vastgoedman smetvrij te houden. En zo groeit Enstra verder uit tot een gerespecteerd zakenman in de wereld van het vastgoed. Maar Enstra's naam blijft in de onderwereld circuleren en blijft ook inzet van politieonderzoek. Zo ontdekte ik reeds 10 jaar geleden, in 1996, bij toeval. In dit kantoorgebouw in Zeist, hier achter mij, waarin toen nog het landelijk rechercheteam huisde, werden toen bij een inbraak computerfloppies met informatie over lopende onderzoeken gestolen. Niet lang daarna vielen die computerschijfjes bij mij op de deurmat. U herinnert zich wellicht onze spraakmakende uitzending hierover nog. Tussen de vele bestanden met criminele gedragingen en persoonsgegevens op die floppies prijkte er een opvallende naam. Die van de Amsterdamse zakenman Willem Enstra. Op de RRT-schijfjes rapporteert een informant aan de rechercheurs al een aantal jaren zaken te doen met Enstra. Hij verklaart: Enstra beheert belegd gelden van diverse criminele organisaties. Zo zou de jachthaven in IJmuiden voor een derde deel in handen zijn van criminelen. De informant vertelt niet voor welke criminele organisaties Enstra investeert, maar geeft aan dat Enstra Jan Vemer goed kent, de onderwereldfiguur die met topcriminelen Sam Klepper en John Mierenmet optrekt. En niet alleen in de bestanden van het LRT komt de naam Enstra voor. Strafadvocaten komen zijn naam in menig politiedossier tegen. Vaak als CIE-informatie in onderzoeken naar drugsbendes. Criminelen als Min K, Stanley H, Cor van Hout en Willem Holleder blijken vaak in huizen van Enstra te wonen of rijden in een auto die op naam van de vastgoedmagnaat staat. Maar niet alleen in politiedossiers duikt Willem Enstra op. In 1996 wordt zijn persoon in geanonimiseerde vorm genoemd in de commissie van TRA, de parlementaire enquêtecommissie naar ongeoorloofde opsporingspraktijken. In het eindrapport wordt een grote vastgoedhandelaar genoemd die een schoolvoorbeeld van een witwasconstructie zou hebben opgetuigd. Hierna wordt het een tijd stil rond Enstra en zijn beweerde wasseretten. Maar in het diepste geheim werkt justitie door aan de val van de omstreden vastgoedbaron. Eind 2000 lijkt het erop dat Enstra eindelijk vervolgd zal worden.
ambitieuze Amsterdamse officier van justitie, meester Joost Tonino, meent genoeg grond gevonden te hebben om Enstra aan te houden. Dat blijkt althans uit de correspondentie die in zijn computer werd aangetroffen en toevallig in 2005 in mijn bezit kwam. En wat toen tot een heuse Tonino-affaire leidde. Uit de door Tonino op straat gezette informatie komt naar voren dat de aanklager er in december 2000 van overtuigd is dat hij Enstra achter slot en grendel kan krijgen. En niet alleen vanwege witwaspraktijken. In een brief van Tonino aan twee financieel rechercheurs van het LRT, het landelijk rechercheteam, reageert de aanklager optimistisch op de onderzoeksresultaten. Dit lijkt mij een zeer harde zaak aan het worden. Aan de ene kant hebben we bekende criminelen en aan de andere kant een aantal opmerkelijke betalingen. Tonino meldt de LRT-rechercheurs dat het vermoeden zich opdringt dat Enstra strafbare feiten heeft gepleegd en gezien moet worden als financier van opiumwetdelicten. Tonino denkt dat Enstra zelfs lidmaatschap van een criminele organisatie verweten kan worden. In een brief aan een collega-aanklager lijkt Tonino zich ervan bewust dat een arrestatie van de Aalgladde door voor velen notabele vastgoedmagnaat gevoelig ligt. Tonino schrijft: voor alle duidelijkheid voor de parketleiding, in de top 500 van de rijkste Nederlanders van het blad Quote staat hij op nummer 43. De angst voor een nieuw e-check schrikt de ambitieuze aanklager kennelijk niet af. Hij besluit zijn brieven aan de LRT-rechercheurs: ik stel nog steeds voor Enstra aan te houden. Maar weer lukt het begin 2001 niet de ongenaakbare vastgoedbaron echt achter de tralies te krijgen. Wist Willem Enstra in het verleden strafrechtelijke vervolging via een schikking af te kopen? Nu ontloopt hij de rechtershamer omdat hij tot verrassing voor justitie over wisselgeld blijkt te beschikken dat moeilijk kan worden genegeerd. Een nog nooit vertoonde videoband met voor justitie wel zeer gevoelig en belastend materiaal dat men liever niet in een rechtszaal ziet opduiken. Op 28 juli 2000 registreren de beveiligingscamera's in Enstra's kantoor op de Apollolaan namelijk deze ongewone nachtelijke activiteiten. Dit zijn de originele beelden. Drie mannen komen rond 1 uur 's nachts de hal in van Enstra's kantoor. Zij zijn er zich klaarblijkelijk bewust van dat ze met stiekeme, riskante praktijken bezig zijn. Getuige de hand die deze man angstvallig op zijn pistool houdt. Terwijl de man bij de deur de wacht houdt, komen even later nog twee man via de voordeur binnen. Kort daarna zien we dat er videoopnames gemaakt worden in het kantoor van Enstra. Een andere man inspecteert in de hal een radiatorpaneel, kennelijk met de bedoeling er iets in te plaatsen. Ook laten de mannen niet na her en der in kastjes te snuffelen. Zo'n anderhalf uur na binnenkomst trekken de mannen de deur weer achter zich dicht. De aard van de activiteiten wordt tijdens een tweede bezoek van de mannen duidelijk. Anderhalve maand later, op 9 oktober 2000, maken de camera's in Enstra's kantoor deze originele opnamen. We zien drie mannen in het hols van de nacht aan een muur morrelen. Op het gemak wordt er dan afluisterapparatuur op de tafel uitgestald en zorgvuldig geïnstalleerd. Oh.
Ook nu wordt er weer her en der in het kantoor rondgesnuffeld en worden er papieren op Enstra's bureau ingekeken. Twee uur later vertrekken de mannen weer. Ook bij een derde bezoek, opnieuw anderhalve maand later, op 30 november... komen de mannen op hun hoede met de hand in de binnenzak binnen. Even later worden de geplaatste microfoons weer weggehaald. Voor wie het nog niet duidelijk was, dit zijn opmerkelijke opnames van verschillende inkijkoperaties door de KLPD, het Korps Landelijke Politiediensten. Vermoedelijk wilde de sectie stiekem van de politie middels het afluisteren van Enstra aan belastende informatie komen over zijn doen en laten. In zijn interview in Business Class in 2003 wijde Enstra hier nog heel even over uit. Er zijn een aantal methodes toegepast tijdens dat onderzoek... waar ik mij niet op beroepen heb in de procedures... omdat dat tot formele niet-ontvankelijkheid had kunnen leiden. Dus ze hebben een aantal illegale zaken gedaan... zoals inbreken in mijn huis, gewapende agenten in mijn huis... die onder mijn bed doorkruipen. Hoe wist je dat? Omdat mijn bewakingscamera's dat geregistreerd hebben. Die uitspraken, 3 jaar na dato, blijken dus geen indianenverhalen van Enstra. Zo wordt ook duidelijk als wij de voormalige raadsman van Enstra, meester Bram Moskowitz, enkele printjes van de videobeelden laten zien. Kent u deze foto's, meneer Moskowitz? Ja, die ken ik. En hoe komt het dat u die foto's kent? Wie heeft u die laten zien? Die foto's die heb ik gekregen van Wijlen de heer Enstra. Ik trad toen voor hem op in een strafzaak als advocaat. En die heb ik op een gegeven moment in een bespreking laten zien... aan de officier van justitie Tonino... die belast was destijds met de strafzaak tegen meneer Enstra. Willem Enstra blijkt bij Business Class dus wel de waarheid te hebben gesproken... maar niet de gehele. Enstra heeft de beelden namelijk wel gebruikt... om officier van justitie Tonino van zich af te schudden... Zo herinnert zich zijn toenmalig advocaat. Die werd wat bleekjes om de neus. En ik begrijp ook wel waarom. Omdat, afgezien van de vraag of je mag inkijken in een kantoor-annex woning... want er stond ook een bed... zie je ook, als je de foto's goed bekijkt... dat het meer is geweest dan inkijken... maar dat men echt een doorzoeking, zoals dat tegenwoordig heet... heeft gepleegd. Dus echt de laadjes heeft opengemaakt, gekeken heeft wat er in de kasten zat... En dus stelselmatig heeft gezocht. En dat is juridisch niet toegestaan? En dat is juridisch niet toegestaan. Althans niet vanuit de inkijkoperatie. Enstra weet een voorarrest en mogelijke vervolging af te wenden... door te dreigen deze opzienbarende videobeelden wereldkundig te maken. Ik heb op een gegeven moment die foto's ingebracht. Uiteraard met een overleg met Wijlen de heer Enstra... en met zijn goedkeuring. En achteraf denkend ben ik van mening dat... ook gezien de reactie van Tonino toen hij die foto's onder zijn neus kreeg... dat het een rol heeft gespeeld bij de niet-aanhouding destijds van de heer Enstra. Want men had natuurlijk een juridisch probleem. En dat heb ik ook duidelijk gemaakt toen... dat ik dat probleem aan de orde zou stellen. Ja, even helder gezegd. U heeft tegen Tonino gezegd... als jij mijn cliënt aanhoudt, Enstra... dan ga ik hier wel even mee wapperen. Dat heeft hij minst genomen kunnen begrijpen, ja. Ik doe het altijd wat genuanceerder, meneer De Vries.
Lange tijd heeft het de recherche verwonderd hoe Willem Enstra al dagen voor de inkijkoperatie op de hoogte was van de plannen. Tijdens de achterbankgesprekken met de criminele inlichtingeneenheid lost Enstra dit raadsel op. De vastgoedman beweert dat hij is getipt door Willem Holleder, die dankzij een corrupt contact bij de politie van tevoren op de hoogte was. De rechercheurs reageren gretig op Enstra's uitlatingen over Holleder, die agenten plat zou hebben. Het is een van Enstra's vele beweringen die Holleder in een kwaad daglicht zette en klakkeloos door alle media zijn overgenomen. Zo presenteert bijvoorbeeld het Parool op 26 april van dit jaar die beschuldiging als een vaststaand feit. De krant schrijft: achteraf bleek dat Enstra via Holleder al vooraf van de operatie wist. Maar die uitlatingen van Enstra blijken in ieder geval aantoonbaar onjuist. Het was namelijk niet Holleder die wist van het voorgenomen nachtelijk politiebezoek, maar Enstra zelf. En die informatie kwam niet via een corrupte politieman, maar via zijn bloedeigen secretaresse. Wij legden de hand op deze brief, die is geschreven door de secretaresse van Willem Enstra en die een heel ander licht werpt op de zaak. Kent u deze brief? Handgeschreven brief. Ja, nou, ik moet u zeggen, ik ken de brief niet, zoals u mij die hier aanreikt. De inhoud van die brief, die is mij bekend, ja. Ja. En die houdt in? Die houdt eigenlijk in dat de secretaresse van de heer Enstra de sleutel van het pand van de heer Enstra heeft overhandigd aan politiefunctionarissen. De politie zocht naar mogelijkheden om ongemerkt het kantoor van Enstra binnen te komen en kwam toen uit bij de secretaresse. Zij heeft op verzoek van haar vriend, die bij het politiekorps Kennemerland werkte, de sleutel van het kantoor afgestaan voor de inkijkoperatie. Uit vroeging biegt ze dat echter onmiddellijk op aan Enstra in de brief. Ze schrijft: om eerlijk te zijn vind ik het allemaal heel eng. Ik heb vannacht slecht geslapen en ik moet er steeds aan denken. Als het allemaal door zou gaan, krijg ik ook nog andere regisseurs thuis, want de baas van het CID komt dan niet meer. Wim, ik ben best wel bang van wat er allemaal gaat gebeuren. Je krijgt niet dagelijks het CID thuis en ik denk nu wel eens, waar ben ik aan begonnen? Het neemt echt niet weg dat ik ervan overtuigd ben dat je niets met deze zaak te maken hebt. Daaruit blijkt dus zonneklaar dat het niet Willem Holleder is geweest door middel van een corrupt politiecontact, zoals iedereen schrijft en aanneemt, die inkijkoperatie heeft laten uitlekken, maar dat dat via Enstra zelf is geweest. Hier hebt u nu iets waaruit duidelijk naar voren komt dat datgene wat hij zegt op die achterbankgesprekken over een bepaald concreet punt onjuist is. Dus daar kan geen twijfel over bestaan op dat punt. Omdat, en dat ligt ook vast nu, heb ik begrepen, duidelijk is dat hij van zijn secretaresse heeft begrepen dat er een inkijkoperatie zou komen. Hoe het ook zij, justitie, zwaar in verlegenheid gebracht door de beelden van de illegale operatie, lijkt begin 2001 weer eieren voor haar geld te kiezen. Enstra wordt weliswaar een dag aangehouden en verhoord, maar onmiddellijk weer vrijgelaten. In een reactie stelt hoofdofficier De Wit van het Amsterdamse parket dat niet gebeurde vanwege Enstra's compromitterende beveiligingsbeelden. Hij schrijft: het OM heeft inderdaad het standpunt van de raadsman betwist en doet dat thans nog. De reden van Enstra's vrijlating was volgens De Wit omdat er inmiddels een nieuw onderzoek was gestart naar Enstra met nieuwe feiten. Hoe dan ook, Enstra, vermeend witwasser en drugsfinancier, blijft op vrije voeten. In het najaar van het nieuwe millennium breekt de onderwereldoorlog in alle hevigheid los. Wat voor het publiek jarenlang in de schemerwereld verborgen bleef, komt nu op bloedige wijze aan het licht. Er is een conflict tussen topcriminelen gaande en de lont is in het kruidvat gegaan.
De oorzaak van het conflict onttrekt zich grotendeels aan het oog, maar ligt in ieder geval bij een aantal liquidaties in twee omstandigheden. Enerzijds zou er ruzie zijn tussen een groep Joegoslaven en een groep Hollanders over een partij gestolen drugs. Zo komt uit deze stukken naar voren. Die drugs, met een straatwaarde van 12 miljoen dollar, zouden in handen zijn gevallen van de Hollandse kopstukken Sam Klepper en John Mierenmet. De eigenaar, de beruchte Joegoslavische maffiabas Sreten Josic, zou daarvoor schadeloos gesteld willen worden, maar Klepper en Mierenmet weigerden. Daarna werden er over en weer handlangers geliquideerd. Zo komt uit de proces een verbaal van de criminele inlichtingeneenheid naar voren. En anderzijds zou de oorzaak van de onderwereldoorlog niet liggen in drugs, maar in huizenblokken in het chique Oud-Zuid. Die zouden tot aan de voegen zijn doortrokken van crimineel kapitaal dat door de inleggers niet kan worden verzilverd. In een historisch te noemen interview met John van de Heuvel in augustus 2002 in Dagblad de Telegraaf biecht crimineel John Mierenmet op hoe de vork in de steel zit. John Mierenmet zegt, net als veel andere grote jongens, vele miljoenen in vastgoed te hebben geïnvesteerd bij een vastgoedmagnaat die niet naar de herkomst van het geld vraagt. Maar toen hij het kapitaal wilde verzilveren, kreeg hij het lid op de neus en werd hij onder vuur genomen. Een bank dus waar je zwart geld kunt wisselen voor wit kapitaal, maar niets kunt opnemen. De bewaker van de bank is volgens John Mierenmet de nieuwe sterke man in het criminele milieu, Willem Holleder. En de bankier van de onderwereld heet volgens Mierenmet Willem Enstra. Willem Enstra dus als motor achter enkele grote afrekeningen, met als inzet huizenblokken op de mooiste plekken van Amsterdam. Het is Monopoly met het mes op tafel. En Willem Holleder als zijn sterke arm. Criminelen die hun miljoenen investeringen terugvroegen werden doodgeschoten of onder druk gezet om met een aanzienlijk minder bedrag genoegen te nemen. Executieverkoop, dus in de meest letterlijke zin van het woord. Het zijn niet de geringste verdachtmakingen. En deze bevestigen wat politie en justitie al jaren vermoeden, maar niet hard konden maken. Willem Enstra is niet alleen de grote witwasser voor criminelen, ja, zeg maar de bank van de onderwereld, maar waarschijnlijk zelfs de spil in de Nederlandse onderwereldoorlog. De grote man achter de schermen. In zijn interview bij Business Class ontkende Enstra destijds zelfs maar zaken te doen met criminelen zoals John Mierenmet. Ik had geen enkele relatie met de heer Mierenmet. Ik heb een zaak gedaan met een dame die een amoureuze relatie heeft gehad met die man, of nog heeft. En wat de beweegredenen van die man zijn om die uitlatingen te doen, dat is voor mij onduidelijk. Maar ook hier weer, dat er tussen de uitlatingen van Enstra en de daadwerkelijke gang van zaken een verschil zit, blijkt wel als wij de hand leggen op zeer onthullende opnames. Tot voor kort was het alleen de politie die gesprekken opnam en afluisterde en activiteiten filmde. Maar tegenwoordig is dat ook gebruik in het zakenleven en in de onderwereld. Dat kan handig zijn. Maar je moet je natuurlijk wel goed realiseren dat als je iets opneemt, dat het op een goede dag of een kwade weer naar buiten kan komen. Wij legden de hand op deze geheime videobeelden van een zakenbespreking tussen de advocaat van Mierenmet, meester André Bekkers uit Stijn en Willem Enstra. De opnames zijn exact één dag na het verschijnen van het belastende Telegraafartikel gemaakt op het kantoor van Enstra. We herkennen het nog van de inkijkoperatie. Enstra op de rug gefilmd heeft het over het Telegraaf-interview. Ik zou niet weten hoe wij nog meer moeten schaden. Behalve als je me zou dreigen met het leven, dan kan ik meer mee schaden voor mij of mijn familie. Maar qua, ik ben een maximaal beschadigd. Ik zou niet weten hoe er nog meer moet. Het gesprek gaat over het geld dat Mierenmet en zijn vriendin nog van Enstra krijgen. Een slordige 40 miljoen gulden. Enstra geeft aan bereid te zijn om een financiële deal te sluiten met de topcrimineel, op voorwaarde dat Mierenmet verder zijn mond houdt tegen de krant
en voortaan verklaart dat hij wat in de war is geweest toen hij zijn uitlatingen deed. Wat ik hoop is dat hij inderdaad een beetje dat hij naar een psychiater gaat en dat hij kan verklaren dat hij een idee gehad heeft. Dat is een aanslag kan dat. Dat is een aanslag kan dat. En misschien dat hij dan ook de aanslag op zichzelf, want op zijn eigen financiën. Want hij geeft eigenlijk aan dat alles van hem is. En dat ze dus straks dat hij dat er ook een aanslag kan doen. Wat ik heel concreet tegen mij zegt is. Als ik lekker zegt tegen Bierenmeet dat hij alsjeblieft naar de dokter gaat en zich goed laat onderzoeken. Ja. Hij zegt tegen hem dat hij geen contact heeft verder met politie en justitie, dat hij eruit gaat en dat hij de kant is. En meneer Heuvel ook. Precies. Maar ik denk dat in het grootste belang is van beiden dat hij gauw weer beter wordt. En dat hij zichzelf en anderen niet verder beschadigt zo als dat al omkeerbaar is. Want en ik hoop dat hij begrip heeft. Daarvoor. Ik heb u willen meegeven dat een enkele accountant een handtekening onder een overnamebelofte zet waar kost in 45 miljoen staat als waarde. Gaat u concreet uw voorstel noteren? Ik zeg maximaal zou de waarde kunnen bedragen helemaal uitgerekt 35 miljoen. Hij zou het een hartstikke kunnen maken. En dan zegt u de helft is daar 17,5. En er is 1,6 miljoen geleend. Dus dan zit je op 16 miljoen uit te betalen. En als je dan zegt van nou ik wil nog geld hebben, dan moet dat een andere titel worden. Als we nu 40 miljoen overmaken met wat hier ligt, dan ga je net zo goed meteen zelf de handboeien om doen. En dan ben ik gewoon bezig met witwassen, wat hier met de wasmachine. Stille Willem, die het liefst in de anonimiteit opereert, wil dus verdere schade beperkt houden en besluit Mierenmeet te betalen. Maar hij laat er ook geen misverstand over bestaan dat de crimineel goed moet weten met wie hij te maken heeft. Dreigen kan Enstra zelf ook. Hij vertrouwt de geheimhouder van Mierenmeet toe. Je kan ook 20 miljoen of 40 miljoen aan iemand anders geven. En dan zeggen, begrijpt u wat ik bedoel? Want hij kan wel zo de balans aansteken, dat kan ik ook. En voor mij is het nog makkelijker, want ik weet niet hoe. Ik ben toch wel redelijk vermogend. In feite wordt Mierenmeet hier dus subtiel bedreigd door Enstra. We hebben naar aanleiding van deze uitspraak de advocaat van Mierenmeet, meester Bekkers, om een reactie gevraagd, maar die kan zich niet meer herinneren dat hij ooit door Enstra is bedreigd. Als ik over Enstra spreek, heb ik geen negatieve smaak in de mond, en dat zou ik wel hebben gehad als er sprake was geweest van een dreigement, of zelfs maar een verkapt dreigement. Hoe het ook zij, het heeft er alle schijn van dat voor Willem Enstra, zakenman en meester in de rechten, geweld of de dreiging daarmee als een belangrijk smeermiddel werd gebruikt om stroeve onderhandelingen op gang te krijgen. Een beeld dat nog eens wordt bevestigd door deze mini-discs waarop zakenbesprekingen van Enstra staan. De doorgewinterde zakenman nam veel van zijn zakelijke gesprekken op kantoor op. Uit de 30-tal mini-discs die in ons bezit zijn, dringt zich een beeld op van een man die zich,
op zijn minst thuis voelde in de mores van het criminele milieu. Op de disc staan gesprekken tussen Willem Enstra en een zakenpartner, Harry Penn, gevoerd naar aanleiding van de moord op de broers Erik en Rob Driesen. Deze Bredase vastgoedhandelaren, met twijfelachtige reputatie en met wie Enstra ook volop zaken deed, werden in mei 2001 in een woning doodgeschoten. Hun moordenaar is Ron N., een Bredase crimineel die nog veel geld te goed had van de met geld goochelende tweeling. Harry Penn is een bekende van moordenaar Ron N. en doet de toedracht van de dubbele moord uit de doeken voor Enstra. Hij schoot ze gewoon een paar kogels door de hoofd heen, allebei en door de hart heen. Hij was niet de oude, was hij. Maar wat heeft hij dat nou gedaan, hè? Snuiven natuurlijk. Hij is gek, jongen. Ja, en toch had hij... Ik was vrijdags bij hem en dat was zo... Ik heb nog nooit zo rustig gezien. Want dat was wel een beetje hitserig jongen. En ik heb nog nooit zo rustig gezien als die vrijdag. Hij heeft ze zo met voorbedachte raden beschoten zelfs. Dat heeft ze eerst allebei door de hoofd heen geschoten en toen nog allebei één kogel door het hart heen. Dus dat is gewoon zo bewust gedaan. Kijk, als jij met iemand gaat schieten, dan schiet is het heel anders. En weet je het, en dan heb je misgeschoten. Nee, echt doelgericht, gewoon. Een afvlag. Liggen, ja, gewoon puur geliquideerd. Dus hij kon niet meer zeggen dat hij een waas voor zijn ogen kreeg of zo? Nee. Hij heeft gewoon een goede blijf van naar zijn auto gaan om pistool te pakken. Dus we hadden tijden gehad om te denken. Ja. Hij gaat naar buiten om een hoesje te pakken, dus gewoon met een mitrailleuse dood geschoten? Ja, want Rob die had 10 kogels door zijn hoofd en 1 door zijn hart. Nou, dan kan je niet met een pistool gaan. Ja, kan ook een automaat zijn, hè? Ja, met zijn onder, met zo'n dubbel magazijn. Doorlader. Nee, van onder, een dubbel magazijn. Ja, maar er zitten er geen, niet zoveel in als 12. Ja, maar ook op die andere is geschoten zoveel. Nou, 2 magazijnen. Er zijn zo'n 50 kogels afgevuurd. Nou, 2 magazijnen. Daar kom je er nog niet mee, Willem. 12 per magazijn, 24, 2 en al. Kom je dan, dus de 4 magazijnen bij hem te hebben. Nee, die Bechert is met een automatisch geweer naar binnen gegaan. Echt. Ik kan zeggen dat Jiltje zelf een heldhaftig... Het is gewoon kalmoer. Het is heldhaftig, maar niet heel slim. Het slim is niet. Want laat het dan doen. Je gaat er niet zoiets stellen. Toen deed je toch wel gat in je ogen. Als je het zelf doet, maar dan gaat het Dat is wel heel stom dat je dan zo iedereen meeneemt. Alle getuigen meeneemt. Iedereen meeneemt. Koffievisite. Maar hij is wel wakker. Hij is niet laf in ieder geval. Nee, hij is niet laf. Enstra prijst dus het moraal van de moordenaar en geeft blijk een en ander van vuurwapens af te weten. En van het motief voor deze dubbele moord staat de zakenman niet te kijken. Zo beluisteren wij op de discs. Ik zeg, als die de Riesjes geld gehad hebben, dan moeten ze het in de grond verstopt hebben. Ja. Want ze hebben geen gulden uitgegeven. Nou, dat is gewoon ongekend, jongen. Waar is dat geld van? Ik kan het ook niet volgen. Het is een overeenkomst. Ja. Die ligt bij een advocaat. Ja. Dat de gebroeders van Driesen van 115 miljoen gulden hebben geleend voor Aruba. En die hebben ze alle 3 ondertekend. Nou, hoe wil je dat dan verantwoorden? Ja, kan niet. Dat is juist de pest. Daarom is hij ook zo boos natuurlijk. Ja. Ze hebben het totaal bij elkaar ingeduid, dacht ik, van 28 miljoen gulden. Is niet waar. Ja. Ja, het is wat. Is dat echt zo? Ja, dat is echt zo. Ja, en die jongens die dachten altijd van, nou ja, nooit geen geld opgenomen met de pot. En ze dachten van, nou, dat gaat wel goed. En ze horen alleen maar verlies. En er is niks. Maar vind ik gek dat we op een gegeven moment klap tegen. 28 miljoen? Ja. Ja, wij vragen ons allemaal, ja, waar is dat geld, jongen? Er moeten toch inkomsten zijn geweest? Als je jou geen huur betaalt, dan is er nog mats door zijn dood geschieten. Hé? Want wat hebben ze weer, wat heeft die veroorzaakt allemaal, van narigheid? Want zo is het wel natuurlijk, ik had het gewoon op een hele andere manier moeten doen. Ja, ook financieel is het niet slim. De vraag is iets een tweede. Had er dan 1 genomen? Een beetje cruw, maar... Ja, maar het is toch helemaal fout dat hij gedaan heeft. Als je dan nodig moet schieten, dan moet je ze niet alle 2 dood schieten. Want nu weet de kost handen voor geld. Dit is de grootste fouten die je ooit hebt kunnen maken. Dit. Nee, dit is heel dom. Nee, dat zijn trieste dingen allemaal. Maxima die zou zeggen, dat is wel een beetje dom.
De vastgoedmagnaat legt hier dus een iets wat onorthodoxe kijk aan de dag hoe men om moet springen met wanbetalers. Verder toont hij zich meer dan geïnteresseerd in de namen en rugnummers van criminelen die dergelijke praktijken uitvoeren. Arie Scholeman, de man nu, want die gaat alles weer naar het rond. Die schat om nog alles te dirigeren vanuit het gevangeniswezen. Maar hij is er geweest. Hij zegt, maar wie is nou de baas bij de 110? Arie. Was altijd de baas van? Nee, Ron. Was dat de baas? Ja, of was het de man? Ik dacht altijd dat die Arie was. Nee, Ron zegt, maar goed, Arie is altijd de man eigenlijk erachter die bij justitie werkt. Bij de speciale team. Wie? Arie. Is jij ook politieman? Hij heeft bij het opsporingsteam gezeten, met die Mercedes, hè? Weet je wel, met hem beveiligd. Arrestatieteam, waar hij bij gewerkt, jaren. Dus je weet alles hoe het functioneert en hoe het gaat. Hij is er niet een of andere informant? Nee. Zo hoef je niet bang voor te zijn. Deze Arie zou volgens Harry Penn deel uitmaken van de beruchte Juliette-bende. De misdaadgroepering die halverwege jaren 90 het Brabantse land onveilig maakte met zeer gewelddadige ripdeals en gruwelijke mishandelingen. Enstra kende dus blijkbaar meer bekende afpersers. Daarvoor dat toen die tijd met de Juliette bende, dat waren hun. Had gewoon contact met de politie. Maar hun hebben dit bij gehad van de politie aan de keer. Nog? Ja. Nog? Ik zit er wel aan mensen, dan krijgt hij gewoon alles vandoor. Ik wist niet dat die politieman was geweest. Ja, speciaal. Dat is wel een beetje eng. Nou, ze hebben voor mij al eens wat opgelost. Nou, dat was in 32 geregeld. Maar het was in een film. Het was in een film. En daarna was het klaar. Ja. Maar zo'n opleiding bij het arrestatieteam is natuurlijk nooit terug. Nee, want hij weet alles. Hij weet precies hoe het werkt. Hij weet wanneer hij weg moet zijn. Hij weet al hoe het functioneert. Harry Penn weet te vertellen dat de politie in het onderzoek naar de moord op de gebroeders Driessen ook informatie inwint over Willem Enstra. Ik word niet afgeluisterd. Maar hier wel? Nou, ik heb mijn zoon die iemand zit erbij. Ja, maar hier moet wel afgeluisterd. Ja, maar ik kan het zo natrekken. Het is helemaal geen enkel punt. En ze kunnen hier wel vlakken nodig. Daarom ik weet of ze dat dan hele kantoor nee, zo focus afgelegd en ja, gedaan. Ze zijn heel erg focus op je. Weet je wel. Dus... Ja, daar gooi ik aan. Dit is helemaal, heb ik helemaal nagecheckt. Ja, dat kan ik ook voor je laten doen. Ik heb iemand met zijn apparatuur, die pelt het werk. Ik heb hier ook van het speciale. Maar ik heb ook mensen die van mij vertellen wie er afgeluisterd worden. Ja. En die draait ook de band terug, zodat er niets op staat. Ik heb die jongens ook al een paar keer meegerit. Ja, maar toch, ik wil... Ik heb iemand zitten daar, en die... Ja, het zal maar net in een andere afdeling zijn. Nee hoor. Dat is allemaal één afdeling. Waar ze het afluisteren. Het is toch makkelijk. Kennelijk doet Enstra dus zelf ook aan contraspionage van de politie. En is Holleder niet de enige die contact heeft met corrupte dienders. Penn brengt Enstra dan op de hoogte van de groeiende aandacht van justitie naar zijn persoon. Ze willen hier graag hebben. Ja. Want ze zijn er rond geweest. Als ze nog een verklaring tegen jou willen. Vooral omdat ik jou een verklaring had willen leggen. Wat dan? Wat voor verklaring? Ja, nee. Of die kende die mij, had hij dat gezegd? Nee. Helemaal niks gepraat, niks. Hij zegt helemaal niks. Maar zei die herkende. Kent u hem? Ze wilde een verklaring tegen hem. Maakt het niet uit wat, maar. Moest je hem doorgeven, ja. Maakt het niet uit. Ze zijn met twee mensen geweest. Ja, ze hebben mijn naam gezegd. Iemand die door zout heen geschoten is. Ja. Daar zijn ze geweest voor een verklaring tegen je. Ja. En waarom? En ze hebben allebei niks. Geen verklaring. Geen verklaring afgelegd. Niks. Helemaal niks. Gewoon gezegd, ik ken die helemaal niet eens. Moet ik even doorgeven aan je. Oh, mooi. Ja, ik ken hem ook niet. Ik heb hem wel eens één keer gezien eens een keer. Maar Ik ben een aardig rustig jongen. Maar ja. Ja. Maar ja, dat zou een werk. En wat zei ze? Als u een verklaring aflegt, dan... Nou ja, die zinkslag hebben ze erin gegooid. Ja. Maar ja, ze kunnen hem toch niet geloven, want ze kunnen hem niet vrijlaten. Ik krijg hem in de rij, joh. Alle grote criminelen die zijn er al flink wat gesneuveld de laatste jaar. Verdun. Ja.
Maar het is, ja, of je nou 20 jaar in de bak zit of je gaat dood. Zoveel verschil maakt het niet uit, denk ik. De opgenomen gesprekken werpen een ander licht op de man die de laatste maanden in de media vooral is geportretteerd als een weerloos slachtoffer van criminele afpersers. Enstra's zakenrelatie Harry Penn spreekt in een van de fragmenten over een man die in zijn hoofd is geschoten, die geweigerd heeft een verklaring af te leggen tegen Enstra. Het kan niet anders of hier wordt Ronald van Essen bedoeld, voormalig drugshandelaar die in de beginjaren 90 samen met Tony van Dalen en Danny Leclerc een roemruchte ecstasybende vormde die in die jaren honderden miljoenen guldens omzette. Willem Enstra werd ervan verdacht dat hij de witwasser van de bende was. Het is al eerder in deze uitzending ter sprake gekomen. Het is om deze man, Ronald van Essen, dat ik hier op de Minervalaan ben. Dat is op steenworp afstand van het kantoor van Willem Enstra. Het verhaal van Ronald van Essen begint hier op tweede kerstdag 1999... Tegen het decor van Oud-Zuid vindt dan een liquidatiepoging plaats die een breekpunt vormt in het broze bestand tussen criminelen en die in de jaren erna alles op zijn kop zal zetten. Niet in de laatste plaats voor Willem Enstra. Het is bijna 7:00 s'avonds als voormalig ecstasyhandelaar Ronald van Essen zijn woning op de Minervalaan verlaat. Het is een woning die hij huurt van zijn oude kennis Willem Enstra. Van Essen is met proefverlof nadat hij in 1995 tot 8 jaar cel werd veroordeeld. Terwijl zijn familie binnen kerst viert, loopt hij naar zijn auto, een Mercedes van Enstra trouwens, om even een zakelijk telefoontje te plegen. Als Van Essen achter het stuur zit, nadert een onbekende schutter. Als Van Essen zijn telefoon intoetst, wordt plotseling het rechte portier opengetrokken. De schutter vuurt 1 keer op het hoofd van Van Essen. Hij wordt in zijn rechter slaap geraakt, zo blijkt uit de politiestukken van destijds. Zijn zoon gaat een 30 minuten later kijken waar zijn vader blijft. Hij ziet Van Essen voorover op het stuur hangen met bebloed hoofd. Hij wordt in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleeft de aanslag wonderwel. De dader wordt nooit gepakt. In het criminele milieu leidt het echter nauwelijks twijfel wie er achter de aanslag zit. De recherche hoort voormalig zakenpartner Tony van Dalen. Hij verklaart op 29 december 1999... Wij parkeerden het criminele geld dat wij verdienden met de ecstasyhandel bij Willem Enstra. Ik denk dat Ronald ongeveer 10 miljoen gulden bij Enstra heeft geparkeerd. Enstra beheert dit crimineel verdiende geld. Ook wordt de celmaat van Ronald van Essen gehoord, en dat is op dat moment niemand minder dan ex-Heineken-ontvoerder Cor van Hout. Van Hout is geschokt door de aanslag op zijn vriend Van Essen. Hij breekt daarom met zijn gewoonte tegenover de politie te zwijgen. Volgens Van Hout is het Willem Enstra die achter de moordaanslag zit. Ronald van Essen zocht de laatste tijd veel contact met Willem Enstra. Ronald wilde namelijk zijn geparkeerde geld binnenkort gaan innen. Willem Enstra vond deze Ronald kennelijk erg lastig worden. In opdracht van Klepper en Mierenmet is afgerekend met die vervelende Ronald van Essen. Hier in de Minervalaan in Amsterdam Oud-Zuid woont de voormalig ecstasyhandelaar Ronald van Essen, die sinds een mislukte aanslag op hem aan zijn rolstoel is gekluisterd. Je zou kunnen zeggen dat de aanslag op Van Essen het begin was van de gangsteroorlog in Amsterdam, die nadien zoveel levens heeft geëist. Van Essen zelf heeft over de toedracht en aanleiding van de liquidatiepoging nooit in de pers willen praten. Maar onlangs kwam ik in het bezit van deze geluidsopname.
Daar staat een gesprek op tussen Ronald van Essen en een vriend. En die is bijzonder omdat van Essen daar onthullende uitspraken doet over de aanleiding van de liquidatiepoging. Hoe loopt het dan met die kerel? Met die Willem Enstra? Ben je er nu zelf naartoe geweest? Waar? Naar die Enstra? Ja. Ze hebben het zelf geweest. Met die jongens. Hij zat zo raar te kijken toen gewoon gelopen. Ja. Waar was je op zijn kantoor? In mijn huis helemaal. Ja. Heb je daar zijn kantoor gehad? Ja, dan heb je hier ook een kantoor, ja. Ja, ja. Wat zei hij toen, Robert? Wat zei hij? Waarom zie jij er goed uit? Ja. Dat zei dat ze altijd geld met je kop heeft. Ja. Terugkoppen. Ja, 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 ja. Ja, je bent alleen als je terugkomt. Je bent alleen als je terugkomt. Ik heb dat niet meegemaakt, hoor. Je moet kouden, dus ik heb dat niet. In de opgenomen gesprekken vertelt Ronald van Essen hoeveel geld hij van Willem Enstra te goed heeft. 25 miljoen te goed. En dan... Euro. Ik heb je toch gezegd waarvoor ik het wil afkopen. 20. Ja, 20. Ja. Hoef je dat niet in één keer te betalen? Nee. Dat kan natuurlijk wel makkelijk als je 25 miljoen euro te goed hebt. Dus was er 25 miljoen euro. Nou, dat kan het eigenlijk. Ja, af en toe wel eens wat geven. Dat zijn toch druppels. Aan zijn vriend biegt Ronald van Essen op wie en wat er achter de aanslag op zijn leven zit. Vale tyfus lives. Waarom? Een beetje geld. Voor het kankergeld. Echt? Het is toch zo? Daarom, kijk, dan laat die. Dan laat die instellen dat jullie nog die verschrijven. Genoeg hebben. Hè? Alsof je niet genoeg hebt. Nou, weet je wat ik vind? Gewoon dat je gewoon recht op je geld hebt. Ja. Hij moet gewoon betalen. Die kerel is zelf vermogend. Hij staat in de quote. Hij staat dit, hij staat zus, hij staat zo. Hij zag het geld. En we houden dit en dat. Ja, dat is makkelijk, hè? Stel als iemand zo met een pak komt van hier 2 miljoen investeren, dan gaat hij niet zeggen van nee, ik hoef het niet. Nee. Nee, bij ons toch ook niet? Nee. En wij brachten hem af en toe wel, weet ik veel wat, heel straat hebben we omgebracht. Ja, een monopolie. Maar wat heb je nou terug aan te houden? Een kogel door je kop. Ja. Kogel door mijn kop, ja. Ja, dat was helemaal niet. Maar een kogel door je kop. Nee. Ja, dat is eigenlijk een tyfus. Ja, maar kogel is een kwijtje, hè. Kogel is niet deur. Willem Enstra staat dus in de onderwereld te boek als de opdrachtgever voor de moordaanslag op Ronald van Essen. Enstra, de man die al een reputatie opbouwde als witwasser van crimineel geld, zou daarmee volgens topcriminelen ook de katalysator zijn achter de reeks spraakmakende liquidaties. De aanslag op Ronald van Essen is namelijk de lont in het kruidvat van de onderwereld geweest. Onrust slaat om in explosief geweld. De kaarten worden opnieuw geschud. Willem Enstra, die in het justitiekaartspel van meest gezochte criminelen al jarenlang de schop en aas is, wordt in de maalstroom meegetrokken. De aanslag op Ronald van Essen luidt uiteindelijk ook zijn val in. Enstra's spagaat tussen de boven- en onderwereld houdt hem jarenlang uit handen van de politie, maar niet uit de klauwen van het milieu. De handige zakenman, bij wie alle grote criminelen hun geld kwamen beleggen, komt na de aanslag op Van Essen te boek te staan als wanbetaler en de onderwereld komt haar geld opeisen. Willem Enstra krijgt vanaf dat moment machtige vijanden. In maart 2002 prijkt de naam van Enstra op een dodenlijst, tezamen met die van Willem Holleder en die van de toenmalige Hells Angels-president Willem van Bokstel. Zo blijkt uit informatie van de inlichtingendienst. Maar niet alleen Enstra's criminele investeerders willen geld zien. Als Enstra's biecht aan de recherche waar is, zou ook zijn voormalige beschermer Willem Holleder zich inmiddels aan hem hebben gemanifesteerd als een rücksichtloze afperser. Het zwaard is tegen hem gekeerd. Enstra, die, zoals we eerder lieten horen,
het gebruik van geweld niet schuwt, probeert een uitweg te vinden. Zo komt uit de Enstra-tapes naar voren. Hij benadert daarom Hells Angels-president Big Willem om Holleder op te ruimen. Maar de tentakels van huisvriend Holleder reiken ver bij de motorclub. Het snode plan komt vroegtijdig uit en luidt de val in van de Hells Angels-leider, die door zijn kameraden oneervol wordt afgezet. De pijlers onder Enstra's onderwereldimperium beginnen weg te zakken. En tegelijkertijd roert ook de bovenwereld zich. De gerespecteerde zakenman valt van zijn sokkel na het verschijnen van het Telegraafartikel, waarin Enstra voor het eerst de bankier van de onderwereld wordt genoemd. Alle gerenommeerde banken en financiers weigeren daarna nog langer zaken te doen met Enstra. De foto van Enstra en Holleder in de quote 3 maanden later levert hem de doodsteek op. Willem Enstra zit dan definitief klem, gevangen tussen de twee werelden waarbinnen hij jarenlang zo handig manoeuvreerde. De onderwereld wil geld zien, de bovenwereld wil hem dat niet meer voorschieten. Enstra ziet nog maar 1 oplossing, schoon schip maken. In het bloedige Monopoly-spel dat hij jarenlang speelde, moet zijn speelkameraad Willem Holleder, koste wat het kost de kaart, ga direct naar de gevangenis krijgen, zo lijkt het. Enstra gaat te biecht bij de CIA. Willem de Zwijger doet zijn mond open. En hoe? Willem Holleder is volgens hem de afperser van een aantal zeer grote vastgoedondernemers en de grote man achter zeker 25 van de liquidaties. In de uitgewerkte gesprekken zegt Willem Enstra tegen de regisseurs: ik had heel graag dat jullie een plannetje bedachten. Iets, gewoon een complotplan. Dat gaan we ook doen. Een slim plan. En ik ben, begrijp je wat ik bedoel? Ook al liegt Enstra op bepaalde punten, hij zal niet voor de grap naar de politie zijn gelopen. Kunt u zich voorstellen dat hij angst, enorme angst voor uw cliënt had? Ja. Kijk, dat is voor mij moeilijk te beoordelen. Ik kan in zijn algemeenheid alleen zeggen dat een heleboel mensen angst voor mijn cliënt hebben. Niet omdat ze daar ook reden voor hebben, maar door de mythevorming en beeldvorming die van mijn cliënt ontstaan is en ook bewust in het leven is geroepen door justitie. Hoe dat tussen Enstra en Holleder zat, dat kan ik niet precies beoordelen. Maar het feit dat hij met de CIA heeft gesproken, dat kan heel goed voortkomen uit weloverwogen eigenbelang. Willem Enstra, slachtoffer of dader? Ja. Als de nu opgedoken nieuwe gegevens 1 ding laten zien, dan is het wel dat Willem Enstra niet zozeer geportretteerd moet worden als een weerloos slachtoffer, maar meer als iemand die zelf volop meedeed in het gevaarlijke misdaad-monopoliespel. De openbaringen van Willem de Zwijger bevatten op een aantal punten aantoonbare leugens. Wellicht voortgekomen uit angst, dat kan heel goed. Maar waarschijnlijk ook met als doel om Holleder onschadelijk te maken en zijn eigen rol in de onderwereld zo klein mogelijk te houden. Zo is mijn conclusie. En als dat zo is, dan is de vraag wat zijn verklaring nog waard is in het komende proces tegen Willem Holleder. Daarover zullen de rechters een uitspraak moeten doen. Maar 1 ding is wel duidelijk. Het spel, dat is nog niet gespeeld. En met deze vaststelling besluiten we onze uitzending van vanavond. Volgende week zijn we weer met een heel ander dossier. Kijkt u dan ook en denk eraan, houd uw hoofd koel. Hou je hoofd koel met alles wat je doet. Hou je hoofd koel, jouw en dat doet je goed. Hou je hoofd koel, ook al heb je stress. Sluit je op in jezelf en fuck de rest. Hou je hoofd koel met alles wat je doet. Hou je hoofd koel, jouw en dat doet je goed. Hou je hoofd koel, ook al heb je stress, laat je op in jezelf en fuck de rest.